Testosteron vliegt over het schoolplein. Met een traditionele Nieuw-Zeelandse hakka worden de kinderen voorbereid op wat er gaat komen. De juffen moeten het veld ruimen en ook de kinderen worden getransformeerd. Snorren opplakken, stropdassen omdoen en dan hebben we daar de opening. En dan geef ik mijn klas over aan de mannen. Je hebt een hele grote mooie snor, maar dan hoor je eigenlijk ook heel diep te praten, hè? Ja. Ook juf Fanny moet vandaag haar klas even uitlenen. Maar ze ziet meer kerels voor de klas wel zitten. Nou ja, ze denken soms toch net wat anders over zaken. En ja, het is gewoon fijn om een mix te hebben van mannen en vrouwen, ook voor de kinderen. Tot ziens. Ook op basisschool Helen Parkhurst hebben ze vooral juffen. Ik heb bijna altijd een juf gehad. Al behalve in 4-5 had ik een meester, maar dat was maar een halfjaartje. En dus zijn de kinderen blij dat ze een keer een dag lang juist jongensdingen mogen doen. Zoals een echte krachtmeting. Ja. Meester Luc is nog in opleiding en hij ziet veel mannelijke medestudenten afhaken. Nou, aan het begin volgens mij 7, maar er zijn er inmiddels al 2 of 3 gestopt. Dus de mannen stoppen al eerder. Nou, misschien ook wel geen toekomstperspectief voldoende zien. Geen doorgroeimogelijkheid, hoor je ook wel. Dus het binnenhouden van de jongens, dat is het allermoeilijkste eigenlijk. Vandaag is dan ook vooral bedoeld om het imago van de meester op te poetsen. Lekker prutsen met elektrische draadjes en zelf je eigen zeep stampen. De kinderen van groep 6 zijn alvast overtuigd.